en heren. Het is weer maandagavond en hier is hij weer, uw gastheer Gert Berg. Goedenavond. Vanavond praat ik met Wil Simon over zijn spannendste belevenissen bij het programma Opsporing Verzocht en zijn boek Moord in de Stopera. Bomen, daar kun je mee praten, beweert een hoogleraar in de bomentaal. En heeft Hans Dorrestein na 50 jaar vrede gesloten met de vrouwen? Karin Bloemen zingt een fraai carnavalsnummer en een stevige discussie over bewapening. Babette van Veen en Ingeborg Wieten van Goede Tijden, Slechte Tijden aan de karaoke. Ja, ik denk dat er in het zuiden van ons land op dit moment heel weinig gekeken wordt naar dit programma. Want u weet het, het is daar nog steeds carnaval, hossen en drinken, want daar gaat het allemaal om. Ik heb Karin Bloem hier. Karin, wat heb jij met carnaval? Da, ik ben een Russisch vrouw. Ik heb gedanst met de carnaval vorig jaar. Was mooi, hè? Was schaupen, gossen, was je konten knijpen, tieten voelen. Was mooi, hoor, ja. Ik hou van het carnaval. Ik heb jouw show gezien een tijdje geleden. In mei is het te zien in Amsterdam. En een van de allermooiste nummers was jouw lied over Russische carnaval. Ook het eerste carnavalsliedje met echte tekst, volgens mij. Dag, спасибо большое. Zo dank wel in Russisch. Karin Bloemen met Russisch carnaval. Ik ben gewoon een Russisch vrouw. Ik ga zingen van carnaval. Want ik ga meenemen naar Rusland. Want zij hebben daar al goede tijd, slechte tijd. En misschien zij gaat ook nemen carnaval in hun middelste. En zij gaat dansen, zingen en roepen tegen iedereen. Willempie is mooi. Hoi, hoi, hoi. Здравствуйте, камарадки. De man heine finger lang gevorio ruskia da 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 heine inna glas postnie pristroika nie. Водка, медяный вер, шаги шлекердор, файлих фрае, хлащи об надрае, шетен фейшнуш фор.